U kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Er trekken wat wolkenvelden over ons land. Vaak zijn dat sluierwolken, maar in het midden en noorden zijn de wolken wat dikker en heeft de zon daar zeker in de ochtend wat meer last van. De temperatuur vanochtend 5 tot 7 graden staat niet veel wind. En vanmiddag hebben we te maken met een, een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten. De meeste zon in het zuiden van het land, in het noorden zijn de wolken hardnekkiger, ook daar af en toe wel een opklaring. Het wordt 9 tot 13 graden. Vanavond verandert er weinig in het weerbeeld. De meeste opklaring in het zuiden en de meeste wolkenvelden in het noorden. 8 of 9 graden en een zwakke tot matige wind. Dan gaan we naar morgen. Vannacht breiden de wolkenvelden zich wat uit over het land... en die lossen morgen langzaam op, als eerste in het binnenland. De zon schijnt af en toe, het wordt 10 tot 12 graden. en De wind is noordelijk, meest matig kracht 3. En die windrichting gaat geleidelijk aan draaien. Donderdag uit uiteenlopende richtingen, vanaf vrijdag zuid tot zuidwest... En dan zie je de temperatuur ook flink oplopen. Vrijdag 15 tot 18 graden. Het blijft tot vrijdag droog. Zaterdag is er kans op een enkele bui. En verder hebben we te maken met rustig weer. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.